geslaagden, docenten, mentoren, onderwijsondersteunend personeel en alle andere aanwezigen. Ik heet u van harte welkom op deze diploma-uitreiking van het HAVO van het Baars Lyceum. Op deze plek ook een bijzonder welkom aan de leerlingen van dit cohort die nog niet geslaagd zijn, maar vandaag wel feest vieren met hun oud-klasgenoten. Enthousiast, betrokken, heel vakkundig de afdeling Het Geluid. Heren, opa's en oma's, vriendjes en vriendinnetjes. Ik ben hier ondertussen via rector en je hebt een aantal momenten die je tot je finest moments rekent. Dit is er echt één van. A, omdat er zoveel leerlingen geslaagd zijn en jullie zo blij zijn, maar ook omdat we hier op een soort Hollywood-achtige trouwlocatie zitten. En dat hebben we gisterochtend pas met elkaar verzonnen. En ik wil een heel speciaal applaus voor Erik Laszewski en de crew die hier vanochtend om 6:30 al is begonnen om alles op te halen. Horeca, maar het kon ook gaan over de keuze van mijn schoenen. En, maar ik had ook hele huiselijke gesprekjes met Emiel van der Water, die direct voor mij zat. Ambeek, en dan doe je een stapje naar voren, doe maar. Martijn. Ja, zo. Nog een beetje meer naar het midden van het trappetje, helemaal naar voren, ja. Zodat je echt helemaal klaar staat voor de foto. Ja. En heren, let even op, want Martijn doet nu iets. Let op, dat doet hij. Ja. En dat mag niet. Nee, we doen geen handen in de zakken, want dat is jammer van die ene foto. Die voor de rest van je leven niet overgedaan kan worden. Dus heren, rechtop staan. Kauwgom uit de mond natuurlijk. Stiekem doorslikken als je dat nog had. En dan kijk je glimlachend naar je mentor. Als die uitgesproken is, en dat is hij nu ongeveer, dan doe je weer een stapje naar achteren. Heel goed, dankjewel Martijn. En dan wacht je tot de volgende kandidaat hun prijs Martijn, je mag de spits afbijten en dat doen we niet zomaar met iedereen. Je wordt meteen als voorbeeldleerling gebruikt en ook daar prettig in de omgang. Komt zijn afspraken na, sportief. En, zo kan ik nog wel even doorgaan, zeer stabiel. Scoort op zijn centraal schriftelijk examen 1/10 hoger dan op zijn schoolexamen. Jongens zoals jij zou het ook wel een paar jaar willen houden. Maar ja, aan alles komt een eind. Je dook de marketing in van Coca-Cola. Om daar maar eens een mooi profielwerkstuk over te schrijven. Daar bleek helaas wat op aan te merken. En dus ga je komend jaar International Business Management studeren. Een vrolijke noot in het geheel. Jesse Keizer, daar staat hij dan. Altijd positief, zelden teleurgesteld. Geen paniek, bij Jesse brandt het niet snel aan. Doe er nog maar 10 in deze mentorgroep, zou je bijna zeggen. Naast vooral relaxed zijn, maak je nog muziek en houd je van sport. Beide jaren heb ik je als een zeer prettige mentor leren ervaren, Jesse. Door op het eerste het beste mentoravontuur van de potdanshelling af te gaan in H4. Met niemand minder dan Jari Beekmans. Jawel, ook Jari in de top in HAVO4. En ook Jari is een vrolijke noot en bij jou brandt het wellicht nog minder snel aan dan bij Jesse. Tevens prettig in de omgang en een tikkie gemakzuchtig. Laten we eerlijk zijn, Jari, je bent niet de meest hardwerkende leerling van het Baars Lyceum geweest de afgelopen jaren. Dat kunnen we toch gerust best stellen. Toch heb je op het juiste moment voor elkaar gekregen om je diploma binnen te slepen en dat verdient terecht een compliment. Ook terecht wellicht om op te merken dat je in de toekomst iets meer op eigen initiatief moet gaan doen ten einde je doelen te bereiken. Volgens mij. Ja, daar is hij dan. Niks op een berg. Uiterst bijzonder, jongen. Eigenlijk heel tof, Nick, dat ik jou in mijn mentorgroep had. Daar kwam ik pas later achter, want jou leren kennen gaat niet in een uurtje. Wat dat betreft past het verhaal van stille wateren wel bij jou. De diepe gronden zijn dan waar jouw werkelijke interesses liggen. Je kon geweldig vertellen over je profielwerkstuk, Vikingen in Engeland. Het hele verhaal op papier krijgen, het bleek echter een grotere opgave, maar desondanks had je een keurige 7,5 daarvoor gescoord. Daarnaast valt er zo opeens een mooi gesprek met jou te voeren, vaak onverwachts, over niet-schoolse zaken of over zaken die jou zoal bezighouden. En dat interesseert mij bijzonder. Ik leerde je kennen in 4 VWO als hardwerkend, maar ook zo vrolijke leerling. Maar blijkbaar ging het toch allemaal niet zo goed en werd er besloten dat je in 4 HAVO plaats zou nemen. Wat nu met Spaans? Want dat betekende een jaar minder Spaans. Maar wij waren er samen van overtuigd dat dat je wel zou lukken. En zo was het ook. Echter, de aansluiting met andere vakken wilde minder vlotten. Je moest heel veel inhalen. En je merkte je breuken. Maar...
stralende, de glanzende. En stralen kun je, Bart. Dat klopt, hè? Terecht ook dat je hier staat te stralen. Het interessante is dat ik jou een tijdje geleden, een paar jaar geleden, al eens les gaf. En dat mij toen opviel dat jij een soort intrinsiek zelfvertrouwen hebt. Als klein mannetje had jij dat al. En als ik jou dan wel eens probeer een complimentje te geven, dan wuif je dat altijd zo'n beetje lachend weg. Maar eigenlijk zie ik je dan denken, ze heeft wel gelijk, ik heb het best heel goed gedaan. Dat klopt, denk ik. En dat heb je nu ook. Je hebt het ook heel goed gedaan. Voor de uitleg, hij die luistert. En Simon, ik vind dat die uitleg wonderwel past bij jouw karakter. Op het eerste gezicht, dat had ik ook toen ik je voor het eerst ontmoette, valt vooral jouw onverzettelijke kant op. Ik doe het zelf wel. Laat me nou maar. Zeur niet zo. Die onverzettelijke kant maakt jou, denk ik, onder andere ook tot zo'n fantastische sporter. In de roeisport bereik jij hoogtes. Maar onder die onverzettelijke kant zit ook een gevoelige jongen en bovenal een zeer intelligente jongen die op tijd naar allerlei adviezen luistert, mits ze zinvol zijn natuurlijk. En zo ging jij, Simon, gewoon stoïcijns door met al je roeiwedstrijden op hoog niveau. Terwijl je mentor zei, alsjeblieft, denk aan je SE's. Jaap Strietman, Sven van Miltenburg en Eva Blom, die worden toegesproken door Machteld Ot. Engels heb je op een prachtige manier op mij wraak genomen. Naast een 5,6 voor je schoolexamen haalde je een 7,6 voor je centraal schriftelijk. Daar neem ik mijn hoed voor af. Een 7 voor Engels op je diploma dus. Geweldig, vind ik dat, Koen. Tijdens onze mentor barbecue heb jij je ook niet onbetuigd gelaten. Ik zie je nog hard aan het werk met Sven in de keuken, dingen aan het snijden en druk bezig. Dat tekent je ook. Je bent rustig, maar je zet je in voor de zaak. Of het nou gezamenlijk uitje is, of je schooling. Bewondering voor de wijze waarop je door dit jaar heen hebt gewerkt. Met jouw visuele handicap is het een enorme inspanning geweest die je fysiek niet in je koude kleren is gaan zitten. Het was een uitputtingsslag met als grootste uitdaging in je carrière tot nog toe het centraal examen. Dat we natuurlijk niet konden faseren. Het moest gewoon. En je hebt het voor elkaar gekregen. Wat het je gekost heeft, daar moet ik maar niet aan denken. Hulde, Niek. En dan ben je ook nog zo'n leuke knul. Sportief in beide betekenissen. Hardwerkend, gezellig in de klas. Kortom, een topleerling. Iemand met zo'n instelling, die gaat iets van zijn toekomst maken. Ga je goed, Niek, en heel veel succes. Nog een ster. Een beetje anders, maar toch een ster. Want eigenlijk had jij het niet gehaald. Vorig jaar al niet eigenlijk. En bedankt. Jij als sportman hebt de race tot op het laatst super spannend gehouden. Zoals je een hardloopwedstrijd wint op 10e, misschien wel 100ste van seconde. Zo heb jij je diploma ook behaald op 10e. Een laatste krachtsinspanning op examentraining om je voor te bereiden op je herexamen Nederlands. En het is gelukt. Het is gewoon gelukt. Je bent er. Yes, zei je aan de telefoon toen ik je belde. Het zal een enorme opluchting voor jou en je ouders zijn. Nu kan je je wijden aan je vervolgopleiding en raak je die lastige talen een beetje kwijt. Je bent iemand die voor zijn rechten opkomt. Maar die ook zijn plichten niet verzaakt. Topsport combineren met een schoolcarrière is niet altijd even makkelijk. Zeker niet in de HAVO-bovenbouw. Tijdens onze barbecue hebben we ook jou leren kennen als een ware keukenprins. Samen met Koen in de keuken aan het werk, dat beeld zal ik niet gauw vergeten. Sven, het allerbeste voor de toekomst. Eva! Goed, dit zijn mijn laatste vier. Dus daar gaan we. Anouk, kom een stap naar voren wijzen. Lieve Everard, in 3 HAVO stuiterde jij mijn klas in en door. In 4 HAVO was dat opeens over.
De verandering was zo groot dat ik me zorgen maakte. En je vroeg of alles in orde was. Mevrouw, zei hij, het is mooi geweest. Er komt een tijd dat je serieus moet zijn in dit leven. Dat vond ik aan. En dat is ook zo. En daar ging je. Je nam je schoolwerk bloedserieus. Je moest en zou het beste uit jezelf halen. En terecht. Je liet je nooit uit het veld slaan. En met hulp van bovenaf, Everard, heb jij uitmuntende prestaties neergezet. Geloof is de baas van jouw leven. En het prijkte dan nog altijd een klein schietgebedje op al je toetsbladen. Ook op je eindexamen. Iets meer trouwens, ja, want dat was ook heel belangrijk. Everard is van serieus aanpakken en stabiliteit. Maar dat is niet de complete Everard. Oh nee, jij hebt ook een kant waarbij je je heerlijk kunt laten gaan en lekker gek kunt doen. Als bruggetje, en dat heb ik zelfs nog ergens op film, stond jij ook op het podium tijdens de Grandi Art, alsof je leven er vanaf hing. En dit jaar stond je er weer lekker mee te hossen met de rest van Vijfhaven. Everard, je bent aardig, geliefd, grappig, heel intelligent. En jongen, jij hebt stijl. Je hebt gewoon stijl. Je hebt ook een kei van een cijferlijst met al die negens, achten en hier en daar een zeventje geloof ik, een verloren zeventje. Twee, nou poeh. En je bent dan ook prachtig cum laude geslaagd. Dat zo is. Wat een topklus, Abel, heb jij geleverd bij de organisatie van de DS 2014. En wat een teleurstelling dat zo'n prachtige voorbereiding zo'n enorme regenbui te verwerken kreeg. Je had werkelijk aan alles gedacht. Je had alle contacten met de verhuur geregeld, de bedrijven. En je bleef volkomen rustig op de momenten dat het spannend werd en menig mens in paniek zou raken. Af en toe op school met je hond, ook al zo'n vrolijkert. En in de sportschool om je sixpack eens even flink aan te vullen. Jammer dat je weggaat, Abel, maar dat hoort erbij. Ik heb je ervaren als een prettig persoon die zijn verantwoordelijkheid durft te nemen. Ook al op een jonge leeftijd. Daar ga je nog heel veel plezier van hebben, Abel. Ik wens je veel geluk en met jouw studie toe. Kisses van Ommen, en professores, familia carai, et collegia mei, salutem omnes. De eerste stapjes in het lyceum. Wat was het beven? De eerste stapjes in het lyceum veranderden ons leven. De eerste stapjes in het lyceum, we zullen ze nooit vergeten. Daar staan we dan, voor de meeste 5 jaar later, met ons HAVO-diploma. Wat goed! Ja, hier mogen jullie echt oprecht trots op zijn. Een uitstekende prestatie. Prachtig is het dat sommigen van jullie volgend jaar naar 5 VWO gaan. Devens klinkende studieplannen en tussenjaren erg aardig. Op een enkeling na is iedereen geslaagd en met prachtige cijfers. Doch, niet alleen op school presteerden jullie goed en deden jullie je best. Ook buiten school werd er gepoogd vriendschappen te sluiten. Tijdens de werkweken en uitjes het voor ieder gezellig te maken. We zaten in hetzelfde schuitje, maar niemand viel buiten de boot. Natuurlijk is er wel één rotte appel in de mand die de rest in schand maakt. Maar toch trachtte iedereen vrienden van met iedereen te worden. Een hechte groep te worden. Goh, nu klink ik net een docent. Wel, als ik docent was van de school des levens, waren jullie allen ook met vlag en wimpel geslaagd. Gaarne zou ik willen zeggen dat ik mij vereerd voel en het enorm geapprecieerd heb om met jullie mijn schooljaren door te brengen. Waarde ouders, hiervoor wil ik ook u danken. U danken voor de uiterst prudente keuze uw kind school te laten gaan op het Baars Lyceum. Wel, nu ben ik aangekomen bij de docenten. Wie van hen pak ik het eerst aan? Hé, director, aber natürlich, sofort, ja! Een waarlijk excentriek persoon. Een echte rector met een hippe smaak. Fleurige hemden en opvallende jasjes. Wat hebben we van uw Duitslessen genoten? U bracht uw Leidenschaft goed naar voren. Voor ons leken werd de Duitse literatuur en cultuur boeiend en intrigerend. We bewonderen u wegens het feit dat u het was die als eerste van de helling naar beneden ging tijdens het lustrum. We bewonderen u, want u bent een man met een visie. Een gadgetliefhebber van de hoogste divisie. Meneer Marije, zoon wijs, pinter, vlijtig, energierijk, vrolijk, welgemanierd, humoristische
een aardige docent. Dit zijn docenten die maar om de zoveel eeuwen voorkomen. Ergo logica is dat deze man geschiedenis doseert. Ook maatschappijler, maar vooral geschiedenis. De inzet van meneer Marije is bewonderenswaardig. Al zijn lessen waren goed voorbereid, leerzaam en leuk. Bovendien straalt de assertiviteit van hem af. De hele week doseren en huisvader zijn. En dan in het weekend en tijdens festivals vervlogen tijden herleven. Ja, wat een continuïteit. Mevrouw Lonergan, dochter van een befaamd Spaans docenten. Wel bekend als de barones van Baarn. En toch durft ze haar moeder achterna te gaan en net als zij Spaans doseren op het Baarns. Wat een lef. Binnenlopen in het lokaal B217 voelde altijd als thuiskomen. Het mooie lokaal, de lekkere snoepjes, de geheime roddels en mooie quizzen. Je zal ze vinden in B217 bij mevrouw Lonergan. Ook zij is een docente pur sang. Disculpe me para el francés, pero... Maakt niet uit. Maar ik moet het in het Frans zeggen. Als Mentrix stond zij altijd klaar. Of als we moe waren, konden we lekker naar de Simpsons in het Spaans gaan kijken. Met ons heerlijk kleine clubpie. Ieders vrees voor de dark side. En af en toe de heersende furie van Lonergan. Hebben ons door drie jaar Spaans heen geslagen. Muchas gracias por todo. Meneer Woutman. Is hij er? Oh, dat is jammer. Helaas heb ik nooit les van u gehad. Nou ja, een keer tijdens een minilesje, voordat ik hier op school kwam. Maar genoeg over mij. Al die verhalen over meneer Woutman zijn kostelijk. Een docent zoals een docent zou moeten zijn. Een stoere bioloog die maar al te graag op de fiets naar school komt. Die in 2011 is uitgeroepen tot de leukste docent van Nederland. En hij is nog maar 25. Altijd vrolijk loopt hij door de school. Houdt van een geintje en een praatje. Als geen ander weet hij leerlingen voor biologie te vangen. Hij heeft geen lange tong zoals een kikker. Geen scherpe klauwen. Geen web. Geen snavel. Nee. Hij vangt de leerlingen met zijn karakter en oprechtheid. Mevrouw Dirks. La grande dame van het Baarns Lyceum. Vooral voor ons HAVO-leerlingen. Soms meer gevreesd dan geliefd. Maar het ligt meer aan onszelf.